Oké. Hallo RC-leden. Ja, helaas kan ik niet fysiek aanwezig zijn, dus doen we het door middel van een filmpje. En met dit filmpje ga ik wat vertellen over het digitale lesmateriaal, oftewel eigenlijk het lesmateriaal Kindkracht 10 en Waterblauw Goud dat we hebben digitaliseren. En zoals jullie waarschijnlijk ook wel op virtueel kantoor hebben gelezen, hebben we dat gedaan om zo de kosten te reduceren, maar ook om het makkelijker te kunnen distribueren. Ik ga jullie nu een kleine demonstratie geven over hoe makkelijk het nu is om aan de slag te gaan met Kindkracht 10. Dat is de CD-ROM die is aanstaande maandag klaar en vanaf 1 november te bestellen. En het lesmateriaal voor de leerlingen, dus de leskrantjes, die kunnen wel nog gewoon steeds besteld worden. Dus deze gaan er niet uit. Nou, ik ga nu een demonstratie geven over hoe gemakkelijk het is. Nou, je ziet hier het oude lesmateriaal. Dat gaat dus allemaal op één cd'tje. Dus de video, de praatplaten, de kopieerbladen, alles gaat op één cd. En hoe ziet dat er nou uit? Nou, ik laat nu de Kindkracht 10 kopie zien. Daar staat dus Kindkracht 10 Afrika, Latijns-Amerika en Azië-India staat daarop. Dus de docent kan, zeg maar, als hij het geslaagd vond om met Afrika aan de slag te gaan, ook nog eens een keer een projectweek doen voor Azië of voor Latijns-Amerika. Nou. Als je de cd eigenlijk in je computer stopt, dan start die automatisch op. En is dit het beginscherm? Nou, zoals je ziet, Latijns-Amerika, in Azië-India en in Afrika. En je kiest dan zeg maar voor Latijns-Amerika. Je kan dan hier kijken naar de handleiding. Er staat nu nog niks, maar straks vanaf maandag wel. En dan ga je weer naar de startpagina. Je klikt gewoon hierop. Nou, en dan zie je heel mooi eigenlijk de hele map zie je hierin verwerkt. Je gaat naar de algemene handleiding en dan krijg je een PDF. Als het goed is. En die kan de docent dan heel makkelijk uitprinten en kan die mee aan de slag. Maar hij kan ook heel erg leuk het verhaal vertellen met de 7 kijkplaten. En dan kan je zeggen: hé, die kijkplaat wil ik openen op mijn smartboard. En dan aan de hand van daarvan vertelt mijn verhaal. En je kan hem zelfs ook nog kleuren printen. Dus het is helemaal geweldig hoe dat gaat. En dan heb je ook nog in één keer kan je ook een PDF-je krijgen van alle posters. Nou, heel makkelijk door middel van deze terugknop ga je terug. En vind je ook bijvoorbeeld de bijbehorende liedjes bij Kindkracht 10 in Latijns-Amerika. En dan zet je lekker in de klas Danza y Caica op. En als je die zat bent, kies je weer een ander liedje. Nou, ook hierbij ga je weer terug. Want je bent er aan toegekomen om de film te zien over Bolivia, sterretjes. En je drukt op afspelen. En kijk eens, daar begint het. Ook hier kan je makkelijk zelf bedienen, stop, opnieuw beginnen. Nou goed. Oh, door terug te gaan natuurlijk kom je weer op het beginscherm. Nou, en als je naar Afrika wil, dan geldt eigenlijk precies hetzelfde. De kijkplaten, de film die je direct kan afspelen en de algemene handleidingen staan hier allemaal op. Dus zo simpel is het. Nou, dit komt er ook voor Waterblauwe Goud. Eén cd nog maar en die gaat naar de docent met een begeleidende brief. Het mooie is dat op het moment dat je wil stoppen, dan druk je dus op stoppen, de docent. En dan krijgt hij vervolgens: weet u zeker dat u wil stoppen? Ja, dat weet ik zeker. En dan krijgt hij daarna nog een scherm waarbij we een actuele actie kunnen gaan vermelden. Dus stel dat in januari begint de inschrijving voor schaatsen en zwemmen. En dan zorgen we dat daar een koppeling wordt gemaakt met internet. En dan zie je: schrijf je nu in voor schaatsen en zwemmen voor water. En ook komt daar een link te staan naar de enquête over
het lespakket. Nou, dat was zeg maar de introductie van het digitale lespakket van Plan Nederland. Mocht je nog vragen hebben, mail mij gerust, lilia.tiemens@plannederland.nl. En nou, ik hoor het graag. En nog een fijn weekend. Dag!